Door de eeuwen heen hebben kunstenaars Tiel bezocht en hebben ze het straatbeeld en de individuele gebouwen vastgelegd in aquarellen, tekeningen en schilderijen. 10 daarvan hebben we uitgezocht, vergroot en in het straatbeeld geplaatst waar de kunstenaars hebben gezeten. De borden zijn geplaatst ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de vereniging Outletkamer voor Tiel en Omstreken. Op 13 mei hebben we ze feestelijk onthuld. Het is als het ware een cadeau aan de stad Tiel, aan alle Tielenaren. Je kunt dus op sommige punten tot wel enkele honderden jaren terugkijken. Hoe zag Tiel er vroeger uit? Dat gaan we ontdekken. Gaat u mee op ontdekkingstocht? We beginnen aan de Sint-Walburg Buitensingel, want daar staat het eerste bord. Rond 1800 kon je het middeleeuwse Tiel met zijn poorten, wallen en torens nog goed herkennen. Hier zien we de strootoren, die stond aan de Sint-Walburg Binnensingel. De strootoren had eigenlijk in de 18e eeuw al weinig militair nut meer en werd voor andere zaken gebruikt, zoals woning bijvoorbeeld. En als er geesteszieken waren, dan kon de gemeente Tiel besluiten om ze daar ook in op te sluiten. In 1874 viel het doek voor deze toren. Hij werd afgebroken. Wat ons rest is deze prachtige aquarel. En kijk eens naar de details. Let eens op het bovenste raam. Daar zie je planten staan. Ja, ook al dik 200 jaar geleden hielden de Tielenaren van kamerplanten. Dat bewijst deze aquarel. We zijn op het Kalverbos aangekomen. In de middeleeuwen stond hier de Sint-Walburgkerk, maar die is al lang verdwenen. De naam Kalverbos is vermoedelijk een verbastering van Calvaribos. En een Calvari, dat was een soort bergje met een kruisbeeld erbij en een hele figurengroep. Die stond op de begraafplaatsen, want begraven bij de kerken, dat was in de middeleeuwen heel gewoon. Gaan we maar eens kijken aan de J.D. van Leeuwenstraat op de Rooms-Katholieke begraafplaats. Daar kun je nog zo'n Calvaribos vinden. Als we kijken op deze aquarel uit 1795, dan zien we daar het bos heel duidelijk in beeld. Het bos aan de rechterkant, de bomen daarvan, die zijn echter al lang verdwenen, want die maakten plaats vanaf 1860 voor fantastische herenhuizen. Op deze litho van mijn bijna naamgenoot P.A. Schipperus uit 1885 zien we rechts een torentje. Dat is het torentje van het Hof van Arkel, een stadskasteel dat eens in handen was van de hertogen van Brabant, later die van Gelre en nog weer later van de familie van Arkel die er hun naam aan verbonden hebben. Het Arkelhofje is helaas niet meer terug te vinden in het stadsbeeld van Tiel, want het is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Nog steeds kun je hier op dit punt van de oliemolenwal kiezen of je bovenover gaat of de weg onderlangs neemt. Dat kon in die tijd dus ook al en dat is nog steeds bewaard gebleven. Het is evenwel veel rustiger op straat. Kijk maar eens naar die boom daar in het midden. Daar is een bankje omheen gemaakt. Ja, het moet in die tijd beslist heel rustig en goed toeven zijn geweest hier op deze oliemolenwal. We zijn op de markt aangekomen. Groenmarkt, zeggen de oude Tielenaren nog steeds. En dat is precies goed, want er werd vroeger inderdaad groente en fruit verhandeld. Als we rechts kijken op deze litho uit 1865, dan zien we een hotel. Dat hotel heette de Gouden Leeuw, maar sinds 1868 komt er een nieuwe eigenaar, Ene Korbelijn. En zo kennen de meeste Tielenaren dat hotel als Hotel Korbelijn. Dat hotel is helaas niet meer terug te vinden, want in de Tweede Wereldoorlog is alles op de markt veranderd. Nou ja, alles. Eén ding is vier overeind gebleven en het is die pomp die er al sinds 1768 op deze markt staat. Na de oorlog zijn de puinhopen geruimd en heeft wederopbouw plaatsgevonden. Ook het hotel werd weer herbouwd aan het eind van de jaren 50. Tot midden jaren 70, toen maakte het hotel plaats voor een winkel. Uiteindelijk kwam daar de HEMA in en die zitten vandaag de dag nog steeds. We zijn aangekomen op het punt dat de Tielenaren de Zandwijkse Poort noemen. En inderdaad staat hier vanaf 1465 de Zandwijkse Poort. De poort had Tiel laten bouwen nadat ze een gedeelte van het grondgebied van Zandwijk, een tot 1795 zelfstandig dorpje vlakbij Tiel, hadden ingepikt. Die poort heeft daar gestaan tot 1845. Toen is die afgebroken. Ja, wat doen we nu met de toegang tot de stad, dacht het stadsbestuur. Er moeten twee fraaie huizen komen, dat was de oplossing.
En die zijn er ook gekomen. Twee mooie, monumentale herenhuizen die de ingang naar de stad markeerden. Die hebben daar gestaan tot 1945. Toen zijn ze in het oorlogsgeweld gesneuveld. Na de oorlog, ja, toen kwam natuurlijk de vraag naar voren, wat gaan we met dat terrein doen? Het is een parkje geworden en in dat parkje verscheen in de loop van de jaren 50 het nieuwe politiebureau dat inmiddels ook al niet meer is. Tot 1647 waren de havens van Tiel te vinden op het plein en de varkensmarkt. In dat jaar besloot het gemeentebestuur van Tiel om de havens te dempen en een nieuwe haven aan te leggen op de plaats die we nu inmiddels de Oude Haven noemen. In 1792 bracht Van Einde middels een prachtige tekening deze oude haven in beeld. Als je goed kijkt, dan zie je helemaal aan het einde een ophaalbrug. Daar had de haven verbinding met de rivier de Waal. En als je dus van de ene kant naar de andere kant moest, dan moest je die ophaalbrug gebruiken. Verder zie je er ook een fors wachthuis staan. Met een deftig woord een korps de garde, die moest die ingang van de haven bewaken. Helemaal aan de linkerkant, daar loopt de nog steeds aanwezige Echtelse dijk of havendijk, hoe je het ook noemen wil, hè, die nog goed in beeld terug te vinden is. De oude haven is inmiddels gedempt. En dat dempen, dat heeft heel wat jaren in beslag genomen. Vanaf 1920 ongeveer heeft men gezegd van, ach, die oude haven hebben we niet meer nodig. We hebben inmiddels een nieuwe haven weer gekregen. En toen is men begonnen met het dempen van de haven. Ook in het kader van in de jaren 30 van werkloosheidsbestrijding. En toen de oorlog Tiel had verwoest, toen heeft men het puin in de restanten van die oude haven gedumpt. Dus als je het oude vooroorlogse Tiel wil vinden, ga dan maar graven in die oude haven hier. Als we hier voor 1647 zouden hebben gestaan, dan hadden we natte voeten gekregen. Want hier was de ingang naar de havens van Tiel. In 1647 besloot het stadsbestuur om de havens op het plein en de varkensmarkt te dempen en elders in de stad een nieuwe haven te maken. Ja, een nieuwe ingang, dat vereiste ook een nieuwe stadspoort. En die nieuwe stadspoort, dat werd de Waterpoort. Het poortje dat zoveel Tielenaren in hun hart sloten. Groot was de ontsteltenis dan ook toen de Duitsers op 15 november 1944 de poort met een springlading lieten verdwijnen. Na de oorlog restte slechts een troosteloze ruïne. Uiteindelijk, na veel aandringen van allerlei mensen, besloot het stadsbestuur om in 1978, uitlopend tot 1979, de poort te laten herbouwen. Dat is gebeurd en vele Tielenaren zijn trots, terecht trots, op hun waterpoort. Op de afbeelding hier achter mij zien we de waterpoort in beeld gebracht door de kunstenaar Jan Knikkers senior. En dat deed hij in een prachtige, vlotte penseelstreek zo omstreeks 1930. In 1882 is het groot feest in Tiel. Het nieuwe gebouw van de rechtbank wordt geopend. Nou, de plek, dat had toch wel heel wat voeten in de aarde gehad. De rechters vonden zo dicht bij de Waal het niet geschikt. Het zou te nat zijn. Het zou te tochtig zijn, er lagen fabrieken in de buurt met kwalijke dampen. Maar uiteindelijk zette de regering toch door en het nieuwe gebouw kwam er. En wat voor een prachtig gebouw in een zogenaamde eclectische stijl. Dat wil zeggen dat de architect heeft geshopt bij de allerlei stijlen uit het verleden en vooral ook heel veel decoratief smeedwerk heeft toegevoegd. De rechters in Tiel, ach, die hadden het niet zo heel erg druk. Behalve die ene keer in 1927, toen diende hier de geruchtmakende Culemborgse moordzaak. Zwart zag het van de mensen op de trappen en op de publieke tribunes hier bij dit gebouw. De oorlog heeft het gebouw goed doorstaan. De rechtbank, ja, die was toen echter al verdwenen. Want in 1934, toen had men een reorganisatie en toen zei men van, ach, die Tielse rechtbank die kan wel dicht. Niet het kantongerecht, dat mocht nog even blijven, behoorlijk lang zelfs, tot 2013. Heel veel kinderen, inmiddels veertigers, die hebben goede herinneringen aan de trappen van dit gebouw. Daar mochten ze namelijk op gaan zitten en ze werden dan gefotografeerd omdat ze zonder gaatjes naar de lagere school toe gingen. In 1837 trouwde de Amsterdamse schilder Georg Andries Rood met een Tiels meisje. Tijdens zijn verblijven in Tiel heeft hij hier ook geschilderd. Zo maakte hij ook een prachtig schilderij van de Wethouderskade. Het is een echt mooi wintergezicht. Kijk maar eens goed. Op de gracht, daar zijn mensen aan het schaatsen, zoals dat nog steeds gebeurt als de gracht dicht ligt. En op de kade zelf,
Daar zijn mensen aan het sleetje rijden. Een oude vrouw sjouwt er met takkenbossen. Maar in feite is het geromantiseerde armoede. Rechts op het schilderij zien we een rijtje armoedige huisjes. Ze grenzen aan het bleekveld, waar op een oppervlakte van 1200 vierkante meter 52 huizen stonden. Een open goot diende als riolering. En over die goot lag een plank. En men noemde die buurt dan ook de plank. De huidige Sint Maartenskerk heeft wel 10 gedaantes gehad. De oudste gaat terug tot de 10e eeuw. Hier op deze aquarel uit 1745 zien we op de voorgrond een hele hoop puin liggen. Een half afgebouwd koor, een half afgebouwd dwarsschip. Hoe komt dat nou? Nou, dan moeten we terug naar 1558. Toen werd door een enorm natuurgeweld het dwarsschip van de kerk en het koor vernietigd. In 1560 begon men weer met de opbouw. Maar er kwam in 1578 een einde aan, omdat toen de reformatie kwam. En de protestanten zeiden van, ach, zo'n dwarsschip en zo'n koor hebben wij niet nodig. We metselen gewoon het schip dicht. En dat kun je tot op de huidige dag kun je dat ook zo zien. De ruïnes van wat men begonnen was in 1560, ja, die bleven liggen tot begin 19e eeuw. En dus zien we ze ook op deze aquarel. Wat toch wel recht overeind staat, dat is de zogenaamde gerfkamer. Gerfkamer, dat woord, dat komt van gerven of gerven. Dat betekent zich gereed maken, zich aankleden. Want dat is wat de pastoor daar deed. Hij had daar zijn liturgische gewaden, hij had daar zijn miskelken, zijn ciboris en zijn monstransen. En hij hoefde maar de deur uit te gaan om zo het koor op te stappen. Nu lijkt dat vreemd, want de gerfkamer staat helemaal los. Maar kijk eens in het gras bij deze kerk. Daar zie je nog de contouren lopen van wat eens een enorme kerk had moeten worden. In de Tweede Wereldoorlog is de kerk zwaar beschadigd. De toren werd, zoals ze dat in Tiel zeggen, dwars afgeschoten. Gelukkig heeft restauratie plaatsgevonden en in 1964 konden de vlaggen uit. Toen was de restauratie klaar en ook het carillon kon wat later in de toren weer klinken.